What a wonderful world. Ja, op zich is dit wel het moment om elkaar stevig vast te pakken. Maar ja, bij welk lichaamsdeel dan ook maar hoor. The sky is blue. The clouds are white. The bright blessed day. The sacred night. And I think to myself. Om energie te besparen, dan wel heel lokaal energie op te wekken. En als Natuur- en Milieufederatie geloven wij in deze beweging. Wij denken dat dit de beweging is die wij in de toekomst moeten maken om energie op te wekken en te besparen. Het valt helemaal niet op, hè? Want met deze activiteiten, beste mensen, stimuleren zij hun omgeving om energie te besparen en op te werken en een eigen energiecoöperatie. Ja, anders kun jij je voorstellen dat bij een, de stelling is bouwt natuurlijk, hè? Van de 2019 zijn we nationaal koploper. Dat is aan ons. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, ik kan me er wel eens bij voorstellen, maar in de oorspronkelijke versie van de stelling stond na 2019. Daar kan ik me meer bij voorstellen. je krijgt dat niet in 4 jaar. Nou, doe iets meer. Kun je je voorstellen dat wij hier een kans zouden hebben om hier dit gebied koploper te worden? Ja, zeker. Er ligt een levensgrote kans, maar dan moeten we een paar pittige besluiten nemen. Oké. Gaan we zo meteen horen. Janijn? Nou ja, ik denk dat het zeker wel zou kunnen. En ik vind ook dat het zou moeten, zonder daar een race tussen provincies van te maken op zich. Dat wij dan de beste zijn, is niet zo belangrijk. Maar ik denk om dat te bereiken, dat wel zo ongeveer alles wat we nu doen anders moet. Helemaal losbranden. Nou ja, goed, ik bedoel, het deels al gezegd. Windenergie, dat gaat helemaal niet goed. Dat is alle draagvlak die er was, is weg door de manier waarop de provincie dat in de afgelopen jaren heeft gedaan. Initiatieven op het gebied van zonnecoöperaties, dat klinkt mooi, er zijn ook initiatieven. Maar er komen nog heel weinig van de grond. Dat is deels door landelijke problemen in de regelgeving, de postcode, roops en allemaal mooie dingen. Maar de provincie die heeft daar ook niet een voortrekkersrol op dit moment. Dus ik denk dat als je die dingen wilt stimuleren, dat daar gewoon meer regelingen voor moeten komen. Maar ik denk ook dat het aan de andere kant werkt. Als jij de duurzame energie een stimulans wilt geven, dan moet je ophouden met kolencentrales.
En dan moet je investeren in energiezuinige bouwen. En dat dan eens een keertje echt gaan doen. Ja, ik denk juist wel. Wat vrijwel daar betreft is het faciliterend vooral vanuit de provincie. De kern dat het beleid zou moeten zijn de komende jaren. Niet dat de provincie nou zelf weer beleid gaat maken enzovoort. Want dat past niet in onze visie. De provincie moet voorwaarden creëren. Waardoor initiatieven kunnen ontstaan en kunnen groeien. Ze moeten maximale ruimte daarvoor krijgen. Dat vraagt een andere manier van benadering. Je moet de regels wegnemen, bijvoorbeeld op het gebied van zonneweiden rond het dorp. Ik kan me heel goed voorstellen dat waar nu een windpark met mede gepland is, er in de Ekerpolder een hele grote zonneweide komt, waardoor die joekels daar niet nodig zijn. Overigens, in dat geval. Er werd vandaag bekendgemaakt dat de Duitsers aan de grens bij Bellingwolde een giga windmolen van 185 meter hoogte gaan zetten. Met rotobladen van 95 meter. Ha, dat zijn kleintjes. Vergeleken bij wat bij Meden gepland is. En daar hebben we het over 35 van die martelwerktuigen, noem ik het maar. Dus maximaal lokale organisaties begeleiden in coöperatieve aanpak. Het versterken van andere lokale initiatieven, zoals in de zorg, in het vervoer of breedbandinitiatieven. Want daar waar organisatie, lokale organisatie ontstaat, daar ontstaat. Jongens, dit was het. Is er iemand van mening veranderd vanavond? zijn mensen hier bevestigd in hun opvatting? Ja. Ja, hè? En ik moet ook even zeggen, Meden, wat hebben jullie je ongelooflijk met bovenmenselijke inspanning in weten te houden. Ik wil een applausje voor Meden. Dankjewel. Beperkingen mee te maken. Heb ik nooit aan gedacht. Ik vond het fantastisch om hier dit samen mee te maken. Ik vond het wel een beetje bijzonder. Maar we zullen zien hoe het verder gaat. Dit was pas het begin van jullie campagne. Ik wens jullie sterkte en wijsheid. Hartelijk dank.